Helemaal vergeten te filmen. We zijn vanmorgen hebben we gefietst en nu zijn we met Annette in Deventer. We staan in de Uiterwaarden. Ja. Ja, en dus als het water, dan kunnen we vluchten. Ik heb Ann, heb jij nog een bakje koffie? Ja, of op één bakje, daar kan ik natuurlijk niet op leven. Hij kan weer niet leven op we hebben gisternacht, afgelopen nacht hebben we in Heilo overnacht weer geslapen. En daar hebben we ons televisietje hebben we voor de eerste keer gebruikt met onze antenne, die je daar ziet. Nou, we hebben het weer goed geregeld. We hebben Ed aan het werk gezet, die is aan het barbecuen. Ik zeg, ik vind het niet echt gezellig zo onder die auto, die barbecue. Nee. Ja, maar het is wel de handigste plek. Want als het gaat regenen, dan zitten we weer in de regen. Ja, die luifel is toch groot zat. Ja, ik hoor net, het enige wat Ed kan, dat is barbecuen. Er zijn allemaal meer op, maar dat vertel ik nu even niet. Nee, wat even hè? Het regent haast nooit hier. Behalve nu even. Was het, en wij hebben het zonnetje gefietst en we gingen hier naartoe en het begon te regenen. Ja. Is het goed zo? Ja, echt waar. Hm? Maar waar gingen we vanochtend naar de stad? Nou, we hebben gegeten. We gaan nou even de stad in. Het is heel goor weer gewoon. Ja, we komen eraan. Moet een pontje over. Wat zei jij nou allemaal? Weet je, wat deed je vader? Dat is het ook. Is hij eigenlijk zitten te lullen? Ja, ik krijg wel tegelijk. Dat scheelt ja, wel. Ja. Thank you.
wekker. Morgen, Ed. Ed, mooi niks. Morgen, Tuin. Mooi die wekker. Mooi, hè? Denk jij dat thuis niet, hè? En dan proberen we weer uit te zitten. Dat vind ik wel. Ja, nou, het moet toch niet erger worden. Zelfs een gezamenlijk ontbijt. Ja, dat weet je nooit, hè? Wat een klef gedoe toch allemaal, hè? Er zit geen niet in. Oh nee, Edward, nou. Hey, heb je nog wat meegemaakt nadat we zijn weggegaan gisteravond? Ja, maar ik ga jou niet alles vertellen, Teun. Ja? Nee. Heb jij ook niks meegemaakt gisteren? Ja, maar dat ga ik je ook niet vertellen, dus. Gisteravond? Nadat we zijn weggegaan. Dat jullie naar bed zijn gegaan. Waar zijn jullie niet naar bed gegaan dan? Nou, wij hebben toch nog even de dag doorgenomen, toch? Heb je nog even geëvalueerd? Dat wel, hè? Ja, dat is het goed. Kon je dat nog? Teun? Nou, ik ga eten. Zeg even gedag tegen deze kaart. Hallo. Nou ja. Laat die maar aan je kennis zien. Op zo'n camping zijn, dat is de campingbaas. Ja. Nou, ze komen nooit meer. Echt niet. Of juist daarvoor. Ja, die man willen wij ook nog. Ja, kijk, als we dan de prijs doen, dan is het allemaal over. Ja. Ja. Waar is dat Jumper? Jumper, we zijn voor Jumper. Hier was de help van de jong. Hier was de zin. Huuu, dat de jong in Jumper. Nee, nee! Nou, we hebben hier net even wat gedronken. En we wilden nog wat bestellen, alleen het mag niet meer. Hier naartoe. Ja, 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 ja. Oh.
Nou, ze mag maar naar de overkant komen. En die doet het zwemmen, weet ik het best. Ja. Nou, we gaan de dame zelf even. Zo, dag tuin. Hey, doei. Oké.